Welkom terug bij de Drill van Wil. Ik ga jullie helpen meer buddies te maken. Deze keer heb ik een vraag gekregen van Mike. Mike die zou de bal wat beter willen raken met de sandwich. Nou zeg ik jou Mike, daar heb ik ook wel eens problemen mee gehad. En waarschijnlijk elke golfer wel. Ik ga jullie helpen beter contact te maken met de sandwich. Waar ik op let met dit schot, hè, dus dan hebben we het over een wedgeafstand zeg maar tussen de 50 en 100 meter. Ten eerste weer setup. We komen wel heel vaak terug bij die setup, maar uiteindelijk is dat wel de uitgangspositie van elke slag. Die verandert elke keer, dus dat maakt het ook moeilijk in deze sport. Setup, heel belangrijk. Balpositie, ook heel belangrijk. Maar vervolgens natuurlijk een stukje techniek. Daar ga ik daar niet te ver op in. Ik ken jullie beweging niet, ik ken jullie lichamen niet, ik kan jullie swings niet zien. Maar ik probeer toch te helpen. Dus, setup, heel belangrijk. Balpositie, links van het midden, willen we niet te ver terug, want dan kom je te stijl in de bal. Links van het midden en het gewicht is heel belangrijk. Als je het gewicht te veel gaat bewegen gedurende de swing, komt je stok elke keer ergens anders uit beneden. Dat is heel belangrijk bij het contact. Dus gewicht houden we zeg maar 50-50 als iets in de backswing, houden we hem iets meer op links en gaan we niet te veel schuiven. Dus we houden hem steady en vanuit daar maken we goed contact. Om de drill goed uit te leggen en het zo simpel mogelijk te houden, uiteindelijk golf is al moeilijk genoeg, dus hoe simpeler hoe beter, geef ik jullie deze drill mee. Het is super makkelijk. Ik gebruik een alignment stick. Dit leer ik zelf ook van mijn coach, van Jérôme. Ik pak eigenlijk drie balletjes. Waar gaat het om? Het gaat om de stok, daar leg ik mijn linkerhak, ook wel het low point genoemd, dus de laagste punt in de swing. Die is hierbij, die wil je bij je linkerhak hebben. En om nou een juiste balpositie te hebben, is dat we vanaf de linkerhak, dus wel het low point, daar beginnen we met de balletjes, doen we drie balletjes. En de derde bal hier, dat is de bal die je gaat slaan. Dus je haalt de andere balletjes weg. Dan kan je dus nog een stok hier neerleggen, want anders moet je elke keer drie balletjes doen om het op te meten. En vanaf hier sla je de bal in de hole. Dit is een lob wedge, maar deze drill en deze balpositie geldt ook voor de andere stokken. Uiteindelijk, hè, dus het laagste punt van de swing is bij deze stok, ofwel het laatste balletje. Je raakt hem hier en hoe makkelijker je dat kan trainen, hoe beter je het kunt trainen, hoe beter je het kunt herhalen. En ook is het elke keer hetzelfde. En dat is wel wat je probeert natuurlijk met golven. Is zo vaak mogelijk een goede bal te slaan. En om zo vaak mogelijk een goede bal te slaan, moet je ook vaak iets hetzelfde herhalen. Oké, Mike. Dankjewel voor je vraag. Ik hoop dat je wat aan deze drill hebt gehad. Net zoals alle andere kijkers. Vergeet niet je scores in te voeren op de GolfNL app, want zo doe je automatisch mee met de Big Green Egg Birdie Ranking. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.